meer resultaten boeken met minder middelen. Dat is het doel van de intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi-en-Vechtstreek. Dankzij de samenwerking kunnen bijvoorbeeld Flevolandse brandweermannen vaker in Gooi-en-Vechtstreek worden ingezet om een brand te bestrijden en andersom. Maar dat is niet alles. Dat we in beide regio's, Gooi-en-Vechtstreek en Flevoland, veel meer kennis, veel meer kunnen gaan uitwisselen. Kijken, leren van elkaar. We werken al met één gezamenlijke brandweercommandant. Maar op bepaalde posten, bijvoorbeeld financiën of inkoop of ICT, ga je gewoon gezamenlijk aan de slag, koop je het intelligenter in. En dat leidt er gewoon toe dat je meer krijgt tegen minder kosten naar de toekomst toe. En je zorgt er ook voor dat je kennis op niveau blijft en zelf versterkt wordt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi-en-Vechtstreek zouden gaan fuseren. Maar de wet staat dat niet toe. Wettelijk gezien mag namelijk in een veiligheidsregio maar één GGD actief zijn. En daarnaast was de bevoegdheid van de commissaris van de Koning in geval van een fusie een probleem. Die reikt namelijk niet over provinciegrenzen heen. De commissaris heeft bij rampen en crisissen specifieke bevoegdheden, maar alleen in de eigen provincie. Wat gaat er vanaf vandaag gebeuren concreet om handen en voeten te geven aan die samenwerking? Ik kan kleine voorbeelden noemen. Laten we bijvoorbeeld stellen het brandweerpersoneel. Als er een hartaanval is in de buurt, dan zijn de brandweerlieden in Flevoland uitgerust om snel eerste hulp te kunnen verrichten. Dat was nog niet het geval in Gooi-en-Vechtstreek. Ze hebben gekeken, zo'n best practice, van hoe doen wij dat in Flevoland, en dat nemen ze over. Dus je wisselt ongelooflijk veel uit. Maar zoals ik net al zei, we hebben elkaar gevonden, gewoon in het dagelijkse werk. We vinden elkaar nu ook aan de bestuurlijke tafel om gewoon voor te zorgen dat we een krachtige regio zijn en blijven.